Welkom bij de Energy Joy and Beyond podcast. Mijn naam is Lisette Lucas en dit is de plek waar je alles leert over energie, intuïtie, je onderbewuste persoonlijke transformatie, blokkades doorbreken, manifestatie en het shiften van je vibe naar Energy Joy en daar voorbij. Alles aangereikt vanuit de frequentie van Joy, speciaal voor jou. Je krijgt tips, tools, gratis downloads en bergen informatie waar je direct mee aan de slag kan. Geweldig dat je luistert. Podcast 120. De 5 Love Languages en Je Potentieel. Hoe je via een volle Love Tank je potentieel kan laten ontvouwen. Plus gratis de 5 Love Languages en Je Potentieel PDF. Vraag aan jou. Wil jij ook je potentieel leven, maar heb je het gevoel dat je vastzit? In deze podcast ontdek je hoe dat komt en hoe je dat direct kan shiften, zodat je krachtig in je liefdevolle potentieel kan stappen. De show notes van deze aflevering vind je op www.lizettenlucas.com/120. En download helemaal gratis mijn Lisette Lucas app. En daar vind je ook de gratis PDF van deze aflevering. Van harte welkom bij podcast 120. Jaren geleden kwam ik in aanraking met het boek The Five Love Languages van Gary Chapman. En ik heb toen het luisterboek aangeschaft en ben ook direct toen begonnen met luisteren. maar... Ik heb het eigenlijk, om hier te zijn, nooit uitgelezen of zeg maar helemaal afgeluisterd. Maar wel door de jaren heen was ik inmiddels bekend geraakt met de Vijf Love Languages, oftewel de Vijf verschillende liefdestalen, omdat ik er heel veel over las en ook hoorde. Ik zal in de show notes trouwens een link zetten zowel naar dit boek als naar mijn favoriete luisterboek-app. Want ik luister heel graag boeken, dan kan ik multitasken en direct luisteren, werkt ideaal. En ik zet ook in de show notes de link naar mijn 5 love languages en je potentieel pdf die ik speciaal voor je heb gemaakt en die je direct kan downloaden. Dan heb je dus ook direct in beeld en helder welke vijf talen van liefde er zijn. En dit allemaal in combinatie met je potentieel. Om het even kort samen te vatten, we hebben allemaal, of eigenlijk we spreken allemaal, een bepaalde liefdestaal. Een taal die we uitdragen en die we ook het allerliefst weer terug ontvangen. En je kan het letterlijk zien als een taal. Dus bijvoorbeeld, iemand die alleen Chinees spreekt, zal Nederlands of Vlaams niet kunnen verstaan en begrijpen. Evenals andersom, uiteraard. Dus communicatie zal dan bijna onmogelijk zijn en dus zal de uitwisseling van woorden, wensen en liefde stagneren. En zelfs, zelfs als iemand dezelfde taal spreekt, dan kan een dialect nog steeds verwarring en ruis veroorzaken. En ja, zo gaat het met de taal van de liefde dus ook. Begrijp en spreek je elkaars love language niet, dan zal uiteindelijk een relatie geen stand houden. Puur omdat na de verliefdheidsfase de chemie en energie en dynamiek verandert. Blijkt dat je na die verliefdheidsfase dat je dan verschillende liefdesstalen en liefdesdialecten spreekt die je niet van elkaar begrijpt, dan zal liefde gaan veranderen in irritatie, ergernis en ruzie. En met het gevolg langs elkaar heen leven en alle gevolgen van dien. En ik zal nu de vijf love languages met je delen. En nog belangrijker, de reden waarom ik dit koppel aan je potentieel. Ja, ben je daar klaar voor? Ik zet ze ook in de show notes, dus dan kun je ze ook terugvinden. Love language nummer 1: Words of affirmation. Woorden van bevestiging. Love language nummer 2: Quality time. Love language nummer 3. Receiving gifts, geschenken ontvangen. Love language nummer 4, acts of service, oftewel dienstverlening en behulpzaam zijn. En als laatste, love language nummer 5, physical touch, en dat staat voor fysieke aanraking. Ik werd dus laatst door iets getriggerd en daardoor weer naar het boek toegetrokken. En toen heb ik het vervolgens in één adem uitgelezen en de love language test gedaan die je ook bij het boek krijgt. En ja, ik kan vertellen, opeens viel toen alles op zijn plek. En dit kwam door een uitspraak in het boek die mij direct een krachtig inzicht gaf. Uit de test bleek dat mijn belangrijkste love language is words of affirmation. En dit zijn bijvoorbeeld voor mij woorden van bevestiging, erkenning, liefdevolle uitingen van affectie, maar ook inzicht en diepgang door uitwisseling van woorden op mijn niveau naar behoefte. Ontvang jij dit van je partner? Als dit bijvoorbeeld ook jouw drijvende love language is, dan zal jouw love tank, jouw liefdestank, altijd vol zijn. En zelf realiseerde ik me eigenlijk iets pijnlijks, want op dat moment werd me duidelijk dat ik dit eigenlijk al jaren miste in mijn huwelijk. Een bepaalde diepgang in die communicatie en begrijpen van elkaar op diepgaand niveau. Dus ja, ik geef nu eerlijk toe dat mijn love tank op dat gebied absoluut niet helemaal gevuld was. En daar voelde ik dus een, een leegte en zelfs een eenzaamheid. Hoewel, op andere gebieden van love languages ontving ik het wel. Zoals bijvoorbeeld acts of service. Dat staat voor behulpzaam zijn, dienstbaar zijn voor de ander onder andere. En dat is een liefdestaal die bij mij ook hoog scoort. En eerlijk, anders zou ik het ook nooit 30 jaar hebben kunnen volhouden. Die love tank moest natuurlijk ergens gevuld worden. Anders is het letterlijk de energie en de driving force eruit en komt, ja, zonder energie, een relatie tot stilstand. Maar toen las ik in het boek van Gary Chapman een hele opmerkelijke uitspraak die me niet meer losliet. Een inzicht welke ik super belangrijk vind om nu met jou te delen. Dit inzicht kan namelijk je leven veranderen. Dit heeft namelijk met jouw potentieel te maken en de reden of je het wel of niet leeft. Wel of niet de energie hebt om het te leven. Want heel logisch, daar heb je tenslotte een goed gevulde tank voor nodig, toch? Dus ja, superkrachtig, al zeg ik het zelf. En terugdenkend realiseer ik me, omdat een bepaalde tank niet goed gevuld was bij mij, ik heb het onbewust gedaan. Ik heb intuïtief geluisterd naar het onbekende interne verlangen. Ik had toen de tijd namelijk geen benul van de love languages en heb er dus een vervangende wijze voor gevonden. Had ik dit niet gevonden? Nou, geloof me, dan had jij nu deze podcast niet kunnen luisteren. Dan had ik bijvoorbeeld ook nooit mijn Energy Joy Mastery Academy kunnen hebben. Kunnen starten überhaupt. Dan had ik ook nooit als succesmedium, intuïtief transformatietherapeut en high frequency business coach en mentor, mijn potentieel kunnen laten ontvouwen en uitdragen. Oké, okay, hoor ik je denken Lisette. Waarom is dat? Nou, heel simpel, omdat in het boek wordt uitgelegd dat wanneer je emotionele love tank, je emotionele liefdes tank vol is, en wanneer je je veilig en geliefd voelt, dat je hele wereld er licht en stralend uitziet en dat je dus zult uitreiken naar de wereld om je hoogste potentieel in het leven te bereiken. Wauw, dacht ik toen ik dat las en hoorde. Want ik weet dat ik mijn oneindig ontvouwende hoogste potentieel nu leef. Ik weet dat ik uitreik naar de wereld. Daarom kan je dit nu überhaupt luisteren. Maar toen dacht ik opeens: hé, hey, ik kwam maar door die test net achter dat mijn partner niet mijn essentiële love language spreekt. En dat dus mijn love tank vanuit dit inzicht niet vol is. En dan kan ik dus, volgens deze uitspraak in het boek. Eigenlijk juist niet mijn potentieel leven, toch? Dus wat is er gebeurd? Dat vroeg ik me natuurlijk hardop af. Wat is er gebeurd? En toen, ja, toen begon ik te lachen en viel voor mij alles op zijn plek. En het antwoord hierop is mijn traject van spirituele, energetische, mediamieke en zielsontwikkeling. Mijn energetische en mediamieke vaardigheden vanuit het mediumschap en energiewerk Vullen mijn belangrijkste love language. Vullen mijn tank. Dus daar ontvang ik op energetisch niveau mijn liefde, mijn inzichten, mijn waardering en mijn behoefte aangezien en erkend te worden vanuit die oneindige bron van inspiratie en liefde. Dit inzicht vond ik zo prachtig en krachtig en eigenlijk ook een hele belangrijke aanvulling op de vijf love languages. Want dit betekent ook, wanneer je niet helemaal het geluk ervaart in de aardse liefde zoals je het liefst zou willen. Bijvoorbeeld omdat je geen partner hebt of je partner is overgegaan. Of omdat je partner niet op het niveau van ontwikkeling en evolutie zit. als dat jij zit. Dit betekent dat je voorbij de grens van het fysieke zichtbare. wel die liefde kan ontvangen. Waardoor je ondanks dat je aardse love tank niet helemaal vol is. dit kan aanvullen met multidimensionale liefde vanuit energetisch niveau. En dat je dan blijkbaar toch in staat bent je potentieel te leven. En daarom. Daarom vind ik dit zo belangrijk om dit met jou te delen, want op deze wijze kan namelijk iedereen zijn potentieel leven. Kan iedereen zich veilig, geliefd en gezien voelen? Kan iedereen stralend en vanuit dankbaarheid voor een volle love tank die liefde en zijn of haar potentieel krachtig delen met de wereld? En ja, dit is exact wat ik doe met mijn Energy Joy Mastery Academy vanaf de eerste stappen van spirituele intuïtieve en energetische groei en ontwikkeling tot helemaal aan het krachtig vanuit je potentieel je eigen business starten en laten ontvouwen vanuit je soul purpose en potentieel. En ik vind dit dus zo mooi. Ik ben ook zo dankbaar voor dit inzicht. Dit geeft de waarde en de kracht aan van het jezelf ontwikkelen, transformeren en groeien. Omdat je via die zelfliefde die je heractiveert de oneindige kosmische universele liefde door je heen kan laten stromen. De diepgang, de kracht en de erkenning van zijn, de intelligentie, de connectie met gelijkgestemden, zowel op 3D-aardsniveau als wel op 5D-multidimensionaal niveau. Het is letterlijk een geschenk. Wat je love language dan ook is. Op universeel niveau worden alle love tanks bijgevuld. Dus ja, ik hoop dat het duidelijk is nu en dat wil ik overdragen aan jou. De stap zetten naar ontwaken is dus een geweldige krachtige stap naar het overvloedig vullen van jouw love tank. Want de liefde die op energetisch level stroomt is oneindig beschikbaar voor jou en vanuit die liefdesfrequentie kan je alles bereiken wat je maar wilt. Dus ben jij ook klaar om jouw energetische en spirituele love language overvloedig door je leven te laten stromen? Ben je klaar om eindelijk je oneindig ontvouwende potentieel te leven... vanuit die liefde en dat licht? En nog een vraag, en misschien wel de belangrijkste. Wil je weten hoe dat voor jou op de beste wijze kan? Voel je daarbij een ja? Boek dan via de link in de show notes... een gratis 15-minuten connectie call of stuur me gewoon heel eenvoudig een DM. En dan bekijk ik... Of direct of energetisch op afstand, je energie en frequentie. En voel energetisch met je mee. En dan kletsen we daar verder over de mogelijkheden. En ja, de volgende stap voor jou. Heel veel liefst van mij en cheers. Cheers op volle love tanks en leven vanuit die oneindige liefde en potentieel. Yes, ga je daarvoor? Ik hoop je snel te zien en te spreken. Hele dikke knuffel en liefst van mij. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Energy Joy and Beyond podcast. Mijn naam is Lisette Lucas. Heel graag tot de volgende aflevering, borden vol tips, tools en gratis downloads speciaal voor jou. En onthoud, iedere keer als je oprecht lacht en het diep diep van binnen voelt, dan vibe je op de frequentie van Energy Joy. De joy vibe die deuren voor jou opent. Dus blijf lachen, blijf in tune en shift.